Op zaterdag 24 december sluiten Marianne en Geer Verlinde de deuren van hun winkel aan de Pastoor Jacobstraat in Sint-Hubert. Daarmee komt er een einde aan de bedrijfsactiviteiten van juwelier Optiek Verlinde, die in 1936 door de vader van Geer zijn begonnen. Maar tot 24 december zijn Marianne en Geer samen met hun medewerkers nog volop actief in Sint-Hubert. Juwelier Optiek Verlinde in Sint-Hubert is eigenlijk begonnen ruim 86 jaar terug. Tenminste in november is het zover. Het is eigenlijk begonnen aan de Pastoor Jacobstraat in een boerderij waar een broer van mijn vader die de studie eigenlijk volbracht van horlogemaker. En later is hij ook graveur, is hij gediplomeerd graveur geworden en goudsmid. Daar is hij begonnen in een kamertje, horloges maken. Nou, toen zijn ze eigenlijk hier op Pastoor Jacobstraat 34 terechtgekomen. Daar hebben ze toen nieuw gebouwd. Daar hebben ze een nieuw pand neergezet. En inmiddels had hij een 4-5 uurwerkmakers die hij zelf opgeleid had. Die had hier werken en maakte ze ook voor anderen maakte horloges. We hadden ook een lilliputter hier werken, dat heel veel mensen weten. Theo Peters, teken, zei iedereen altijd. En ja, goed, die had eigenlijk hetzelfde euvel als mijn oom. Die kon eigenlijk ook niet op het land werken, dus dat was eigenlijk een hele goede uurwerkmaker. Ja, dat heeft zo doorgegaan tot in 1954. Mijn vader Wim is van boer juwelier geworden. En juwelier optiek, want onmiddels had oom Piet de optiek erbij. En ik ben toen in Kuik begonnen vanuit eigenlijk de oogheelkunde. Ik had ook de juweliersopleiding wel gedaan, dus evenals optiekopleiding. En toen ben ik in Kuik begonnen met de juwelier. Mijn vader wilde stoppen, had de zaak in Sint-Hubert, had ook nog een optiek en mil. En wij hebben toen eigenlijk gekozen voor om het allemaal bij elkaar te doen in Sint-Hubert. En daar hebben we ook altijd, vanaf 85 hebben we eigenlijk daar alles bij elkaar gebracht. En hebben we eigenlijk een hele fijne winkel gehad. En hele fijne klanten. En dat hebben we langzaam uitgebouwd. De juwelier hebben we uitgebouwd, de optiek hebben we uitgebouwd. Veel contactlenzen, brillen. Ja, juwelier, sieraden en horloges. En die zaak hebben we uitgebouwd tot wat die eigenlijk nu is. We hebben 10 medewerkers en 5 in de optiek, 5 in de juwelier. Maar ja, op een gegeven moment gaat de tijd die verstrijkt. En dan is het een kwestie van, wat ga je doen? En dan ben ik vorig jaar een beetje ziek geworden. Dus op zich gaat het allemaal goed. Ik mag helemaal niet klagen, ik voel me prima. Maar goed, het is wel iets wat je doet beseffen van hoe ga je verder. Toen hebben we de keuze gemaakt om een keer een streep te trekken. En dat is natuurlijk pijnlijk na 86 jaar. En dat horen we ook heel veel van klanten afgelopen jaar. Ja, ze zijn dus begonnen met de uitverkoop en horen ook heel veel, wat jammer. Maar ja, ik heb ook niet even geleefd en mijn vrouw ook niet. Dus ja, dan is het toch op een gegeven moment de keuze maken, wat ga je doen? En we hebben gezegd, tot 24 december gaan we door. En dan is het ook echt afgelopen. En dan ben ik bijna 66. En dan is het ook, mooi geweest. En we hebben wel mensen gevonden voor de optiek. Drie dames, dames Stokvis en Stokvis uit Zomeren. Die gaan de optiek overnemen. En dat gaan ze wel niet hier vestigen. Ze gaan dat naar Mil brengen. Op de markt daar hebben ze een prachtig pand, 200 vierkante meter. Gaan dan een hele mooie optiekzaak maken met alles erop en eraan. En ze zijn nog jong en enthousiast en dat moet lukken. En die nemen nog 5 van onze personeelsleden nemen ze mee. En wij gaan dan de 24 december gaan we sluiten, de dag voor de kerst. En dan hebben we nog wel wat op te ruimen en te doen hier. Dan blijven we nog eventjes actief hier, maar ja, de deur zal helaas gesloten blijven. En we hebben altijd hele fijne klanten gehad. We hebben heel fijn gewerkt. Het was gezellig, het was leuk. We hebben heel veel lol gehad. We hebben natuurlijk ook minder leuke dingen meegemaakt. De inbraken, overval in 1993 hebben we een zware overval gehad. Dat was wat minder leuk. 3 jaar terug hebben we nog een soort ramkraak gehad, waar ze de gevel eruit geblazen hebben. Dat zijn natuurlijk dingen die ook er eigenlijk niet bij horen, maar zijn wel gebeurd. En dat is minder leuk, maar voor de rest hebben we eigenlijk altijd heel fijn gewerkt, heel plezierig gewerkt en is het altijd heel gezellig geweest. En ik denk ook in de toekomst zal ik en mijn vrouw zullen dat ook heel erg gaan missen wel, denk ik. Maar ja, de keuze is gemaakt en dan moet je toch op een gegeven moment dat voor lief nemen. Zo is het eenmaal, ja.
We hebben gezinnen zien vormen, mensen die verkering kregen, trouwringen kopen, kindjes krijgen, een leuk cadeautje krijgen, oud worden en ja, later helaas een van de twee overlijdt. En ja, dan worden trouwringen vermaakt. Dus het hele spectra zit er als het ware in van het leven. Dus ja, lief en leed wordt inderdaad ja, met de hele families gedeeld. En dat hebben we ook altijd met liefde en plezier gedaan. En we hebben ook altijd meegeleefd. Dat ging ons ook aan ons hart als iemand overleed of als iemand iets moest maken. Dan probeerden we ook altijd gewoon ja, de aandacht aan te besteden. Ja. Ja, goed. Kijk, ik heb niet helemaal 86 jaar hier gezeten, maar wij hebben er toch 35 jaar gezeten. We hebben echt een leuke tijd gehad samen met mijn vrouw, onze medewerkers, verschillende medewerkers die we door de jaren heen hebben gehad. We hebben altijd heel fijn gewerkt en ja, ik moet zeggen, het is een way of life, maar het is wel een leuke way of life. En we zijn de klanten dankbaar dat ze ook het vertrouwen in ons altijd gegeven hebben. Door de jaren heen en daar wil ik iedereen heel hartelijk voor bedanken.